Bon dia. Ik ben vandaag in dit mooie appartement in Groot Piscadera Center, heet het. Als je binnenkomt, heb je meteen een ruimte waar je je afwasmachine eventueel kwijt kunt. De wasmachine kun je op de gang in een bergruimte kwijt en die is heel vlakbij. Die zal ik zo laten zien. Dus hier een grote walk-in pantry. Erg fijn voor al je spullen. Waarvan je vindt dat het achter deuren opgeborgen moet worden. En kijk eens naar het uitzicht naar buiten. Je kijkt meteen de tuin in, op het zwembad. Het is heerlijk. En vanuit de tuin, vanuit je balkon, kun je meteen ook met een poortje de tuin in. Dus dat is erg fijn, je hoeft niet buiten om. Dan heb je aan de rechterkant de keuken. Heel mooi gerenoveerd. Helemaal up-to-date. Er zit een 4-pits gasstel in. Kijk hoe ruim de kamer is. Grote bank staat erin. Een eethoek. 4 stoelen. Hier hebben we de keuken weer. En dan lopen we richting het balkon. De porch, hoe je het wil noemen. En kijk, op de porch kijk ik hier naartoe. Dit is mooi. Je hoort het ruisen van de banaan, is het geloof ik, of is het een palm? Maakt ook niet zo heel veel uit. Het is groen en het is echt heel mooi. Het geeft ook schaduw en het zorgt ook voor privacy. Dan gaan we terug en dan hebben we aan deze kant slaapkamer. Er staan nu nog wel wat spullen. Die gaan er uiteraard uit. Airco. Via deze slaapkamer ga je naar de badkamer. Ruime douche met een heater. Dus er is warm water in de badkamer. Aan deze kant heb je het toilet. Oh. Daar kom ik niet omheen. Met een wastafel. En dan loop je meteen door naar de volgende kamer. Deze zou prima kunnen functioneren als een study. Of een slaapkamer waarbij je de kastrand kunt gebruiken. Kijk hoe groot die is. En vanuit daar kom je weer terug in de keuken. Dan loop ik even naar de ruimte waar de wasmachine kan staan. Dan moet je even de gang op. Op de foto's heb ik de ruimte ook gefotografeerd. Die is hier. Hij is nu nog op slot. Maar op de foto's kun je de ruimte zien. Maar je ziet dat het heel dichtbij is. Dit is de ingang van het gebouw. Als je meer wil weten over deze woning, kijk dan op onze website op www.curahousecare.com.